De Opistar Ageless is het meest casual ontwerp uit de Italiaanse hand. Van buiten lijkt het er net uit te zien als een normale hoodie, maar van de binnenkant is die beschermd met Kevlar, waardoor het dus ook gewoon een veilige hoodie voor op de motor is. Ik ben Marjolein van MKC Moto en in deze review ga ik je alles vertellen over de Opistar Ageless Motor Hoodie, beschikbaar bij MKC Moto. De Opistar Ageless is speciaal gemaakt voor de stedelijke rijder die je eigenlijk gewoon een outfit aan wil die eruit ziet als een normale outfit. Je kunt deze motorhoodie bijvoorbeeld combineren met een Kevlar jeans en motorsneakers en dan is jouw urban outfit compleet. De hoodie is niet waterdicht en is daardoor eigenlijk uitermate geschikt en alleen geschikt voor de zomerse en de droge seizoenen. De hoodie zelf laat wel lekker veel wind door, dus als het wat warmer is, dan zit je ook nog gewoon comfortabel op de motor. Wanneer we gaan kijken naar de veiligheid van de hoodie, dan zien we natuurlijk aan de buitenkant dat hij gemaakt is van een katoenvezel. Maar als we doordraaien naar de zijkanten, dan is de hoodie aan de binnenkant beschermd op de kritische delen. En daarmee bedoel ik dan de schouders en de ellebogen. Aan de binnenkant zit er een Kevlar-vezel op deze delen. Kevlar is een vezel wat ervoor zorgt dat het is hittebestendig, slijtvast. Dus het zorgt ervoor dat mocht je komen te vallen, dat juist de kritische delen extra beschermd zijn. Verder zit er aan de binnenkant ook nog een impactprotectie op beide plekken. Deze vallen er gewoon mooi overheen, over je schouders en je ellebogen. Zitten helemaal niet vervelend, maar bieden wel de protectie die jij nodig hebt. Als we dan verder doordraaien naar de achterkant van de hoodie, dan zit er hier aan de binnenkant een pocket die je kunt uitbreiden met een rugprotectie. Je kunt er zelf voor kiezen of je een level 1 of een level 2 protectie erin stopt. Level 1 is iets flexibeler en level 2 heeft een hogere mate van impactprotectie. Dus je kunt zelf kiezen wat jij het fijnste vindt om in je hoodie te hebben. Als we daarna gaan kijken naar het comfort van de hoodie, dan valt natuurlijk aan de bovenkant al gelijk op dat er een capuchon zit. Deze is niet afneembaar, dus hou er wel rekening mee als je deze koopt. Hoodie zit er standaard bij, dus eigenlijk is de hoodie daarom ook wel het meest geschikt voor stedelijk gebruik. Aan de onderkant van de hoodie zit er een elastische band. Nou, dit past natuurlijk perfect bij de hele uiterlijk van de hoodie. Maar buiten dat het er leuk uitziet, zorgt het er ook nog eens voor dat het goed afsluit, waardoor de hoodie niet omhoog kan kruipen. Wanneer we dan weer helemaal terugdraaien naar de voorkant van de hoodie, dan zien we hier als eerste aan beide kanten twee ruime steekzakken zitten. Worden afgesloten door middel van een ritssluiting. Nou, hier kun je wat spulletjes in kwijt. Hou er wel rekening mee dat deze hoodie niet waterdicht is. Dus als je wat waardevolle spullen hebt die echt niet nat mogen worden en je krijgt een buitje, dan kun je die spulletjes beter even ergens anders opbergen. Maar voor de rest kun je dus gewoon al je spullen eigenlijk makkelijk kwijt op de motor. Tot slot zien we hier bij de mouwen dat er ook nog een duimlus zit. Nou, hier kun je dus je hand doorheen halen. Duimlus zorgt ervoor dat de hoodie niet kan optrekken als je op de motor zit en dat je gemakkelijk je handschoenen eroverheen kan aantrekken. Nou, Oscar hier is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 75 kilo en draagt van deze hoodie een maat S. Nou, zoals jullie misschien kunnen zien, is deze hoodie een beetje aan de kleine kant. Hij is een beetje te kort en hij trekt bij de mouwen. Oscar zou hier dus normaal gesproken een maatje medium nodig hebben. Nou, hou er dus rekening mee dat als je hem past, dat de hoodie in één keer goed zit. Hij wordt namelijk niet meer ruimer, dus trekt hij ergens, nou, dan kun je beter even een maatje groter proberen. Wil je nu weten wat de ideale maat is voor jou? Blijf dan even hangen. Wil je nu het product komen proberen of bekijken? Dan ben je altijd welkom in een van onze winkels of online op onze webshop. Vond je deze video nuttig? Laat het dan ons even weten met een duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven wanneer wij een video online zetten? Dan kun je dat doen door op het bel-icoontje te klikken. Wil je op de hoogte blijven van alles wat we bij MKC Motor doen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of volg ons op Facebook of Instagram. Ik ben Marjolein van MKC Motor. Bedankt voor het kijken.